de week van het avontuur bevinden we ons vandaag in tropisch gebied. We bezoeken de vlindertempel, gaan bootje varen in de grootste overdekte jungle van Europa en nog veel meer. Ja, we zijn hier in Djungola, het gebied Djungola. En dit gebied speciaal is Rimbula, want hier hebben we de Rimbula River. Ja, en hier is Jim neergestort. Dit is een van de verhalen van Wildlands. En vandaag ga ik jullie vertellen hoe ik terecht ben gekomen hier in Djungola. Het begon allemaal met de vogel Laya Laya. En Jim is een character die met zijn vliegtuig hier neergestort is. En hij is er zeker van dat hier in Rimbula, bij de Rimbula River, waar we nu over varen, dat daar echt mensen op zoek gaan en dat ze hem weer gaan vinden. En daarom heeft hij van de vliegtuigonderdelen al een theater gemaakt, maar ook deze prachtige bootjes. En daarmee vaar je dus door de Rimbula River. En de reststukken van de boomhutten van de Amalaya-stand stonden hier nog. Dus met zijn netten heeft hij een hoogteparcours gemaakt. Dus als je je verhaal vertelt, moet je heel veel aanknopingspunten hebben. Dat mensen ook snappen van, oh ja, hey, dat is dat neergestorte vliegtuig. In de theatervoorstelling vertelt Jim er ook wat over. Leuk natuurlijk, maar bedenk het allemaal maar eens. Waar is die inspiratie vandaan gehaald? Het creatieve team is echt overal geweest om rond te kijken. Naar oude tempels in Cambodja. Want ja, die gebouwen die worden hier ook nagebouwd. Als je onze vlindertempel, het begin van Djungola, inloopt, dan baan je je echt in een andere wereld. Er is dus van alles nagebouwd en sommige elementen zijn echt. Zoals het oude vliegtuig. Hoe kom je daaraan? Ja, we zijn gaan zoeken. En uiteindelijk op een kerkhof, een vliegtuigkerkhof in Engeland. Daar hebben we dit toestel gevonden. Die hebben we naar Nederland toe gehaald, in stukken gezaagd en her en der verspreid over dit gebied. Zodat het ook echt lijkt dat dit het vliegtuig van Jim is. Het lijkt er nu al op of een heleboel dingen oud zijn. Maar als je bijvoorbeeld naar die vliegtuigonderdelen daar kijkt, die zijn eerst helemaal 100% perfect gemaakt. En daarna is er iemand gekomen met de groene verf en die heeft de algen erop geschilderd. De beplanting die je hier ziet komt ook voor een groot deel uit Costa Rica. Die is apart ingevlogen en dat is eigenlijk pas 3/4 jaar geleden hier neergezet. En als je nu rondkijkt, alles is aangeslagen. Alles is al flink aan het groeien. En ja, daar hebben we een aantal specialisten voor binnen ons team. Die laaiend enthousiast aan de kast binnenkomen rennen en zeggen van, nou, moet je eens meekomen, want daar hebben we wat geplant. En het is nu al een meter groter. Dat is geweldig. De grootste uitdaging is toch wel gewoon om te zorgen dat alles bij elkaar past. Want we zeggen ook wel, maak het echt te leuke. Mensen moeten ook echt het gevoel hebben van, hey, ik zie heel veel herkenning, ik ben ook in de jungle. Maar aan de andere kant, het moet ook nog gebouwd worden. En we moeten ook nog voldoen aan allerlei wetgeving. En daar zit wel een stukje spanningsveld van, ja, hoe doen we het zo dat we qua wetgeving het helemaal op orde hebben, maar dat onze bezoeker echt het idee heeft, ik word helemaal ondergedompeld in die bepaalde wereld. En daar lopen we soms ook tegen hele praktische problemen aan. We zitten nu in een boot, in een attractie. En daar gelden bepaalde regels voor. Een van die regels is dat het een attractie aan alle kanten omringd moet worden door een niet overklimbaar hek van 1 meter hoogte. En wij willen geen hekken. Dus dat is dan een flinke onderhandeling met bijvoorbeeld een keuringsinstantie en een leverancier. En met die keuringsinstantie zijn we er op bepaalde plekken op uitgekomen dat een flinke bos doornstruiken eigenlijk ook wel een niet overklimbaar hekwerk van 1 meter hoog is. En op die manier proberen we heel pragmatisch om te gaan met dat soort problemen waar we tegenaan lopen. We merken nu al dat sommige bezoekers gewoon 3-4 uur zoet zijn door heerlijk door de jungle te struinen. Maar vergeet ons als olifanten niet, die met regelmaat gaan zwemmen. En dat je, als je in een bootje zit, echt het gevoel hebt dat je ze bijna kunt aanraken. En zwemmende olifanten is alleen maar weer hartstikke goed. Want uiteindelijk, als ze uit het water gaan, gaan ze ook heel veel met zand gooien. En dat zand gooien, dat heeft eigenlijk een reinigende, beschermende en koelende werking. Dus dat is ook weer een hele mooie bezigheid. Ook weer een stukje natuurlijk gedrag, wat je hier ook weer heel goed kunt stimuleren. En dat is echt voor een olifant het leven alleen maar heel erg positief. Nou, we hebben dus hier een aantal voedergaten in de muur. En dan kunnen we de olifanten elk moment van de dag kunnen we ze daarin voeren. Van komkommers, hooi, wilgetakken, wat brood, wat krachtvoer.
En in de zomermaanden is in plaats van hooi krijgen ze ook heel veel gras. En natuurlijk, het zijn gaten in de muur. Dus ze zijn daar eventjes mee bezig om dat voer ook op te eten. Dus dat is een mooie bezigheid ook voor de olifanten. He, niet dat ze meteen weer teruglopen. Dan kunnen ze ook mooi sturen naar bepaalde plekken in het verblijf. En deze gaten hebben we ook op een aantal plekken op het buitenverblijf. En als je het bekijkt per dier, per dag, dan kan zo'n grote olifant Mekong, die zou ruim 100 kilo voer per dag in zijn eentje op kunnen eten. Een vrouwtjesolifant iets minder, zoals Mengelaro Mayeyi. En die kleine olifantjes, ja, die eten ook al heel veel, maar die drinken ook nog wat moedermelk. Morgen gaan we in de week van het avontuur naar de wereld van het theater. We maken kennis met Nijla en Babu en krijgen een preview van het nieuwe Atlas Theater. Mumba.